Vandaag probeer ik de Neru Neru Nei Soda, een popping cooking set van Crazy uit Japan. En deze kun je kopen op moiscuritus.nl. En ik vind het eigenlijk een schande dat ik nog niet eerder een filmpje heb gemaakt. Dus ik ga het nu proberen. Het zit in een zakje bij elkaar, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Zakje 1, zakje 2 en zakje 3. En een lepeltje. En een tray. En deze tray heeft een poppetje. En een klein waterbakje die je eraf kunt halen. Zo. Ik begin met zakje 1. Die doe ik in het ronde bakje. En daar doe ik een schepje water bij. Het ruikt eigenlijk een beetje naar bubblegum. Als je dit goed hebt doorgeroerd, pak je zakje nummer 2. Die heeft blauw poeder. En dat strooi je erbij. Het is best wel heel stevig dit. Zoals je ook kunt zien, het is echt heel... Nou, ik gebruik het woord fluffy vaak, maar het is ook echt heel fluffy. Nu pak ik het derde zakje. En dat doe ik in dit schattige bakje waar fluffy in zit. Het zijn kleine snoepjes. Zo, nu ga ik een mooi rondje op mijn lepeltje maken. Zo. En daar ga ik een paar van die snoepjes op dippen. Tijd voor de smaaktest. Ik dacht het al, het is echt super fluffy. Ik vind hem heel erg lekker. Ik vind echt... Altijd als het fluffy is, dan vind ik het lekker. Dat was zo bij de... Dus bij die Nazo Nazo Neru Neru. Maar ook toen we de Dodotto gingen maken. En de Gummizuretta. Daar zit ook een lekker fluffy goedje bij. Ja, ik vind dat... Ik vind het een aanrader. Ik heb nu beide Neru Neru Nei setjes na elkaar getest. Zodat ik ze ook eventjes met elkaar kan vergelijken. Dat leek me wel leuk. Zoals je ziet, dit is de soda en dit is de grape. En de soda variant die begon met een geel mengsel. En dat door een zakje bij te gooien werd het blauw. En deze die was heel erg donkerblauw, paarsig. En door er een zakje bij te gooien werd het... Nee, hij was donkerblauw en door er een zakje bij te gooien werd hij heel mooi paars. Dus dat is zeg maar het magische stukje van deze Neru Neru Nei kitjes. En ook de snoepjes die zijn verschillend. Dit zijn een soort best wel harde, maar wel poederige snoepjes. En dit zijn echt harde zuurtjes, zeg maar. Het lijkt wel een beetje of het kleine stukjes zuurstok zijn. Dus deze zijn nog crunchier, maar deze zijn op zich ook wel crunchy. Maar qua structuur is het allemaal hetzelfde. Het is gewoon lekker fluffy, zoals je ziet. Nou, ik vind zelf denk ik toch de soda het lekkerste van deze twee smaken van soda en grape. Denk ik toch dat ik de voorkeur geef aan soda. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, wat vind jij het lekkerst? Vind jij soda lekkerder of vind jij grape lekkerder? Laat het even weten in een reactie. Nou, voor deze kit ga je naar moiscuritus.nl en daar vind je natuurlijk ook een heleboel andere soorten Japans snoep. Dankjewel voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog als je hem leuk vond en tot de volgende keer. Doei!